Goedemorgen iedereen, welkom in de nieuwe vlog. Ik heb hier, ik heb me al gedoucht. Dus voel mij sauw, ik voel me fris. Ik hou de douche altijd. Ik heb er ondertussen mijn ontbijt gemaakt. Zoals je kunt zien, het is dus sojamelk met granola shit en melk gewoon. En ik ga daar nu even gaan eten. Het ontbijt is al even op, ondertussen is het al tijd om middageten te maken. Weer eitjes, dus eigenlijk is dat standaard bij mij. Ik eet sowieso 3 eieren per dag. En zoals je kunt zien, de tv staat ook op. Dus ook, de race gaat bijna beginnen. Dus ik zie jullie straks wel. Dus als jullie kunnen zien, achter mij de Formule 1 staat op. De race gaat bijna beginnen. Binnen 2 minuten gaan ze beginnen. We zijn ook eitjes aan het maken, zoals je kunt zien. Gewoon spiegeleitjes. Ga er weer kipfilet bij eten. Eigenlijk zal dat gisteren maar een beetje sla. Ik ga nu genieten van de Formule 1 en daarna zie ik jullie wel. Zoals je kunt zien is mijn eten op. Ben ik nog steeds naar de Formule 1 aan het kijken. We zitten bijna in de helft, nog 10 rondjes voor de helft. En Verstappen is ondertussen al 4e, dus hij heeft echt goede race pace. Ik denk dat hij nu gewoon een beetje zijn banden aan het managen en zo. Maar ik zet altijd check zeker Insta voor meer Formule 1. Ik heb ook weer chocomelk gedronken, dus dat is weer, ik vind dat gewoon echt super lekker. Maar ik wil jullie even bedanken, want ik heb in totaal op mijn channel heb ik de 1000 views bereikt. Dus ik vind dat wel echt zo'n, ik weet niet, ik vind dat een achievement gewoon. Het is niet veel, maar het is gewoon wel het eerste wat ik behaald heb en ik wil je bedanken, man. Formule 1 is gedaan. Verstappen heeft vanaf P10 gewoon kunnen winnen, what the fuck. Maar ook ja, door de slechte strategie van Ferrari weer, ze zijn echt slecht bezig. Als Leclerc echt zo op die manier niet meer kunnen winnen, gewoon. Mercedes, ja, gewoon dubbel podium, dus dat is weer goed voor hun. Maar wat ik nu ga doen is gewoon... het is gewoon een beetje een chill dag. Ik ga straks wel nog mijn workout doen, gewoon op het gemakske. Maar dat gaan jullie wel zien. Allright, dus ik ben klaar om nu even mijn workout te knallen. Dus zoals jullie zien, er hangt zweet op mijn lichaam, op mijn gezicht. Dat was dus het eerste circuit eigenlijk. En nu ga ik door naar het tweede. Dus zoals jullie zien heb ik 20 minuten score gedaan aan de buikspieren. Eigenlijk gewoon uw romp, dus heel uw buik omtrek. Heb ik eraan, dus onderrug, buikspieren, bilspieren en zo ook gedaan. Jullie hebben dat goed kunnen zien. Ik moest wel even rekening houden met de wind, want hij heeft een paar keer mijn matje gewoon weggeblazen. En ik weet niet, ik kan dat niet af als ik zo aan het werk was, maar dat maakt me altijd moe. Dat maakt me altijd boos en zo. Ik weet niet hoe dat komt. Maar zoals jullie zien ben ik redelijk kapot. Ik ga nu nog een beetje voetballen. Zoals jullie zien ben ik in de badkamer nu. Ik heb een beetje gevoetbald, even gechilled. Ik ga me nu een keer afspoelen gewoon met koud water en daarna ga ik het eten maken. Ik ga mijn mama gewoon helpen met eten maken. Het is weer klaar met douchen en ik ga het blij hebben zeggen tegen jullie. Die koude douches zijn te nice, man. Eerlijk, je gevoel erna is zo geweldig. Oké, het is misschien moeilijk om er gewoon in te stappen. Maar ik zweer, tel gewoon tot 3 of zo, spring eronder gewoon. En sta er gewoon even onder, al is maar een halve minuut of zo, ik zweer het, dat gevoel is fantastisch. Het is een state ook op en nu ga ik nog even buiten chillen. Dus zoals jullie kunnen zien, zit ik in mijn bureaustoel. Ik ben ondertussen een beetje nog Formule 1 aan het spelen, gewoon op mijn gemak. Het is bijna 12 uur, dan ga ik ook slapen. Ik ga hierbij wel de vlog afsluiten, ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken. Love, als je nu nog gekeken als je nu nog kijkt, abonneer zeker beneden. Like ook sowieso en dan check ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Ciao!